Bij Gina's Christmas Challenge gaan we op zoek naar het mooist versierde kersthuis van Tilburg. En ik heb er eentje gevonden, namelijk aan de Mechthildestraat. En wat gaan we dan doen? Aanbellen natuurlijk! Goedenavond! Mogen we even binnenkomen kijken? Maar... Je hebt een mooi versierd kersthuis. Willen we even zien? Ja? Nou, we mogen naar binnen. You better watch out. You better not cry. You better not pout. I'm telling you why. Santa Claus is coming to town. Even op knap drukken. Dan worden we eens welkom geheten. Ja. Dus als de bel gaat, dan druk jij als eerste... Even hierop en dan ga ik de deur openen. Hebben ze in ieder geval een beetje vrolijk welkom, of niet? Ja, het is wel zeker een warm welkom dit, ja. Gezellig, joh. Nou, Wiebe, wanneer is het allemaal begonnen dat jij je huis zo ging versieren? Nou, ik denk dat wij begonnen zijn zo'n 15, 18 jaar geleden wel... Met de eerste kleinere aankopen, wat huisjes en dergelijke, wat kerstmannen. Mijn smaak wilde graag kerstmannen gaan sparen. Eigenlijk is daar toch wel de groei mee begonnen. Dus ik denk dat we zeker wel een jaar of 17, 18 bezig zijn. Ik word natuurlijk ook een dagje ouder. En ik moet zeggen dat het toch wel enorm veel werk is. Ja, maar wanneer begin je daar nou mee dan? Dit jaar zijn we begonnen op, ik denk 3 december. Maar dan hou ik wel de luiken dicht. Dus dat niet de kinderen al zien dat hier al een kerstboom en weet ik wat staat. Vanaf 3 december tot aan 7 december gaan de gordijnen dan niet meer open. En ons maag stuurt dus namens mij en de eigen die poppetjes op. Er komt dus een kaartje aan te hangen met zalig kerstfeest, gelukkig nieuwjaar. Maar ons maag heeft nu... 50 mannetjes gehaakt voor weg te sturen. 50? 20, 22 hangen er in de boom. Dus heeft er een stuk 70 gehaakt. Is ze flink bezig geweest? En wanneer begint ze daar dan mee? Ze is volgens mij september begonnen, begin september. Wat betekent kerst nou voor jou, Wiebe? Verder is niks. En waarom denk je nou dat jij het mooist versierde kersthuis hebt van Tilburg? Nou, ik moet eerlijk zeggen dat ik dat niet denk. In Tilburg zijn ook wel van die huizen waar ze dat hebben met een hele buitenversier. En wij houden het toch wat beperkter. Dus ik geloof nooit dat we zouden kunnen winnen, maar we vinden het zelf heel sfeervol. En daar gaat het net om. Vindt u nou ook dat Wiebe zijn huis zo mooi versierd heeft dat niemand daar kan tippen in Tilburg? Like dan nu deze video. Want degene met de meeste likes, die wint natuurlijk de titel Mooist versierde kersthuis van Tilburg. Vergeet niet alle andere video's te checken van de rest van de kandidaten. En dan zeg ik één ding en dat is Merry Christmas!